Oh, goedemiddag. Ik heb net al een hele video geplaatst, maar daar bleek het geluid niet van te werken. Had ik niet aangezet. We gaan even kijken vandaag naar mijn beeldscherm. Ja, dat is hier. En daar staat een PowerPoint in. Die is hier. En het onderwerp wat we gaan doen is hoofdstuk 1.3. Het fascisme. De nieuwe isme wat we gaan bespreken uit de 20e eeuw. Fascisme is een politieke beweging die het land wil besturen met geweld. En zodat er krachtig bestuur kan zijn en mensen in een land kunnen wonen waarin de oplossingen op een hele krachtige manier gedaan worden. Dus niet van dat slappe geoude hoer. Nou, we gaan eerst kijken hoe dat ontstond en waar dat ontstond. En dat ontstond in Italië na de Eerste Wereldoorlog. Want Italië had een bijzondere rol in de Eerste Wereldoorlog. Dat kun je zien. Ze zijn niet bij de geallieerden, ze zijn niet bij de centrale. Waar zitten ze dan bij? Nou, de waarheid is, ze waren aanvankelijk bij de centrale, maar al snel dachten van shit, dit is niet de winnende partij. En toen zijn ze overgelopen naar de geallieerden. Ze hebben daar niet echt veel bijgedragen. Ze hebben iets van 8 keer een rivierwinning proberen te veroveren op de Oostenrijkers. Dat is 8 keer mislukt. Maar zij hebben wel de oorlog gewonnen. Simpelweg omdat ze bij Frankrijk hoorden en bij de Verenigd Koninkrijk. En bij het tekenen van het Verdrag van Versailles waren ze ook heel erg opgetogen. Want ze dachten: nu gaan wij fantastische prijzen krijgen. Geld en grondgebied, kolonie enzovoort. Maar toen ze het Verdrag van Versailles zagen, zagen ze eigenlijk: oh, dit is eigenlijk gewoon een verdrag om Duitsland te pesten. We kunnen nog wel geld en koloniën krijgen misschien van Duitsland, maar waren niet veel koloniën. Er was ook niet zo heel veel geld op dat moment. En uiteindelijk kreeg Italië dus eigenlijk nauwelijks iets bij het Verdrag van Versailles. Die hele oorlog was voor niets geweest. Ze hebben dan wel ook niet heel veel bijgedragen aan het winnen van die oorlog, maar ze hebben ook wel heel veel geld en heel veel soldaten verloren. Dat was dus allemaal voor niets. Nou, daar waren ze niet blij om. En toen ontstond er een nieuwe politieke beweging, het fascisme. Namelijk een bestuursvorm waar op een krachtige manier eenheid kan worden gebracht. En dan kan er wel gewonnen worden voor het land. Wat bij het Verdrag van Versailles dus misging, is dat men ging praten, ging met andere landen onderhandelen. Dat we misschien extra land kunnen krijgen of extra geld. Nou, dat mislukte dus. Nou, dat kwam omdat er juist onderhandeld werd, omdat er juist gesproken werd met andere democratieën. Het fascisme zegt: als je Italië sterk wil maken, dan moet je in je eentje met kracht optreden. Gewoon pakken wat je pakken kunt in plaats van overleggen. Nou, dat is dus het fascisme. Ik ga zo meteen de punten van het fascisme bij langs. Het symbool van het fascisme is de fascus. Dat is een oud symbool uit het Romeinse Rijk nog. Dat is een roedel pijlen. En dat staat symbool dat je samen sterk staat. Want je kunt één pijl van een pijlenboog kun je wel door de midden breken. Maar als je de 10 pijlen hebt, nou, probeer ze dan maar eens door de midden te breken. Want samen sta je sterk. Nou, dat is dus het symbool voor het fascisme. En de bedenker ervan was Benito Mussolini, die in Italië woonde. En je ziet hem op het plaatje rechts. Nou, wat heeft die Mussolini gedaan? Die heeft in Italië de eerste fascistische staat kunnen bewerkstelligen. Want wat deed hij? Nou, 3 jaar na het oprichten van zijn partij was hij al populair genoeg dat hij kon denken: nou, ik kan wel een staatsgreep plegen. En dat was heel erg gemakkelijk. In Italië is het heel eenvoudig om de macht te grijpen. Wat hij deed was de lange mars organiseren. Namelijk, hij riep alle fascisten in het land op: loop naar Rome en vraag daar om de macht. En dat deed ook iedereen. Hij zelf bleef trouwens in Milaan wachten tot de anderen het hebben gedaan, want hij was bang dat hij gearresteerd zou worden. Hij had zelfs een vluchtauto al klaar liggen. Maar het werkte. Die andere fascisten waren in Rome heel moe aangekomen. Ze hadden alles gelopen. En daar was de koning zo bang dat ze staatsgreep, of dat er een burgeroorlog zou komen, dat hij zijn klein beetje macht gebruikte om Mussolini het recht te geven om de nieuwe kabinet te vormen. Nou, de fascisten hadden in politiek heel weinig stemmen gekregen.
Maar ze konden wel samen met andere partijen de meerderheid krijgen om een kabinet te vormen. Dus dat is met de katholieken en de liberalen en de sociaaldemocraten. En toen hij eenmaal daarin zat, de fascisten hadden zelf iets van 3 zetels in het parlement. Maar als heel klein partijtje konden ze toch de rest van het kabinet maken. Maar gelijk in de eerste week ging hij alle andere partijen uit het kabinet schoppen, zodat de fascisten de enige overgebleven waren. Nou, dat was dus appeltje eitje. Nog nooit was het zo makkelijk om een staatsgreep te plegen. En dit wilde fascisme. Ten eerste dus tegen die democratie. Alles wat het bestuur lang laat duren, wat niet efficiënt is, wat niet krachtig is. Democratie moet je stemmen, moet je overleggen. Nou, dat duurt veel te lang. Niet goed. Burgerrecht is ook zoiets. Bijvoorbeeld dat je alles mag zeggen wat je wil. Dat is een burgerrecht. Nee, maar dat is niet goed. We moeten allemaal dezelfde mening hebben. We moeten eenheid hebben. Dus afwijkende ideeën, de kop indrukken. Of als je een brug aan wil leggen, ja, dan moet je misschien mensen uit hun huis zetten, hun huizen vernielen. Nou, dat moet dan maar. Dat is jammer voor dat ene persoontje. Maar als je gaat malen op hun burgerrechten, dan komt die brug er nooit. Dan moet je mensen uitbetalen enzovoort. Dat kost geld. Daar wordt het land zwak van. Dus geen burgerrechten. En buitenlanders, ja, die kunnen natuurlijk nooit een eenheid vormen in een land, als je dat moet delen met allemaal mensen uit de andere landen. Nee, die moeten weg. En communisten zijn gewoon het ergste, die geloven dat iedereen gelijk is. Nou, dan heb je alle mensen die niet hard willen werken, die krijgen toch hetzelfde betaald als de harde werkers. Nou, daar wordt een land zwak van. Nationalisme is natuurlijk een kern van het fascisme. Ze willen juist dat hun land gaat presteren internationaal, door krachtig op te treden. Nou, dan word je dus, dan krijg je een succesvol land, dan word je trots op je land en trots op je volk. Nou, dat is dus, het komt voort uit het nationalisme, het fascisme. Nou, ze geloven niet dat iedereen gelijk is. Sommige mensen van het land, sommige Italianen, die zijn beter. Die kunnen gewoon meer, hebben meer talenten, zijn slimmer of die zijn krachtiger. En andere mensen, die zijn zwak. Maar die zwakke mensen moeten zich koest houden. Ook vinden zij natuurlijk dat hun eigen land ook hoger is en dat andere landen vaak lager zijn. Dat hoort ook bij het nationalisme. Nou, hierbij hoort natuurlijk ook dat er een idee moet zijn, een cultuur moet zijn. Dus mensen moeten allemaal denken. Het volgende, leiders, die moeten het land leiden. En die moeten we zien te krijgen wie dan de beste zijn. Maar als je een leider hebt, dan moet je die ook goed kunnen volgen. Dus als je weet, ik ben niet zo zwak of goed of hoog, dan kun je toch nog je steentje bijdragen door gewoon als een schaap de leiders te volgen. Nou, dan ben je een goede volger en dan ben je toch een goed fascist. En die leiders, die moeten natuurlijk het land leiden. En de hoogste leider is de Duce in Italië. Dat betekent gewoon de leider. En dat was Mussolini zelf. En totalitair, dat is nog even moeilijk, moet ik even uitleggen. Het betekent totaal, het woord totaal zit erin. Jouw leven moet totaal in het teken staan van het fascisme. Alleen slapen, poepen en plassen, dat mag je gewoon privé doen. Maar alle andere dingen in je leven die je doet, de baan die je hebt, moet in het teken staan om het land sterk te maken. Je vrije tijd moet, met een fascistische organisatie wordt het georganiseerd worden. Op school leer je onderwijs bellen met een fascistische boodschap enzovoort. Alles moet staan in het teken van het fascisme. En je mag niet je eigen clubjes oprichten of zo om zelf iets te gaan doen. Nee, alles moet via de fascistische overheid geregeld worden. Zie je ook de almacht van de staat, zie je ook terug in hier het plaatselijke hoofdkwartier van de fascisten. Dus het gezicht van Mussolini staat erbij. Ja. Je moet het gewoon eens zijn met alles wat de overheid doet. En dit illustreert ook het volgende punt. Het is niet een redelijk idee, het fascisme. Als in dat je met standpunten, met redenvoeringen, met je verstand duidelijk maakt wat je wil. Maar dat je met het gevoel overbrengt. Je gaat dus niet als een wetenschappertje en een PowerPoint met allemaal bullets vertellen hoe gaan wij het land beter maken. Nee. Dat leg je niet uit, maar je gaat toespraken houden die mensen in vervoeringen brengen. Of
ga propaganda maken die er heel mooi uitziet. En dan krijgen mensen het gevoel, ja, dit willen wij. Zo kunnen we krachtig en een eenheid zijn als we dit volgen. Nou, daar is dus propaganda dus heel belangrijk voor een fascistische staat. Het fascisme had ook heel veel van geweld. Want dat is, wat is er krachtiger dan geweld? En vooral als je daar je land mee kunt dienen. Bijvoorbeeld als je in de koloniën aan het werk bent. En dan de plaatselijke bevolking uit kunt moorden. Wij zouden dat verschrikkelijk vinden. Maar als het dan allemaal grondstoffen oplevert en geld en macht in de wereld. Nou, dan vinden de fascisten dat prima. Goed zelfs. Ten slotte, de vrouw, die zijn niet zo sterk. Hè? Laten we eerlijk zijn, vrouwen zijn gemiddeld, hebben ze minder spierkracht dan mannen. En ze worden ook nog eens zwanger, nou dan kunnen ze wel helemaal niet meer vechten. En men dacht toen ook dat vrouwen geestelijk zwakker waren. Dat was natuurlijk allemaal niet zo, tegendeel zelfs. Maar wat heb je dan aan vrouwen? Nou, ze kunnen wel, wat mannen niet kunnen, kinderen krijgen. Nou, meisjes, ja, goed. Maar het mooiste is natuurlijk zonen. Je kunt zonen baren. En dat is in feite de rol van de vrouw in het fascisme. Nou, dit is de PowerPoint. Het was heel snel. Ik heb hem namelijk al een keer gedaan zo net, toen ik het geluid niet opgenomen. Er zijn nog opdrachten die ik jullie toestuur. En op som staat wanneer je die gedaan moet hebben. Ik dank u voor jullie aandacht.